20e eeuw in Europa eindigde niet in het jaar 2000, maar al in 1989. Althans, volgens sommige historici. Toen vond de laatste grote omwenteling plaats. Ik kan het nog niet geloven, nee. Dat is toll, ganz toll, wirklich. De eerste was na de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie. Keizerrijken verdwenen en nieuwe landen verschenen op de kaart. De verhoudingen veranderden weer drastisch na de Tweede Wereldoorlog. Een ijzeren gordijn daalde neer en verdeelde Europa in West en Oost. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Tot 1989. Wie op 1 januari 1989 had voorspeld dat de wereld er aan het einde van het jaar heel anders uit zou zien, zou voor gek zijn verklaard. Maar het ijzeren gordijn wordt opengeschoven en de Berlijnse muur valt. In 1989 verdwijnen bijna alle communistische regimes uit de zogenoemde Oostbloklanden. Landen die binnen de invloedssfeer van de toenmalige Sovjet-Unie vielen. De eigen bevolking komt in opstand tegen de oude communistische machthebbers. Het volk grijpt de macht. Polen bijt in de lente de spits af met onderhandelingen die leiden tot de eerste vrije verkiezingen achter het ijzeren gordijn. De vrije vakbond Solidariteit van Lech Walesa wint de verkiezingen met overmacht. Andere Oost-Europeanen ruiken ook de vrijheid. Die hier stehende Mitglieder, Bürger der DDR, kunnen niet in de DDR passieren, das Land verlassen. DDR-burgers grijpen de veranderingen in Oost-Europa aan om massaal naar het Westen te vluchten. Wir sind endlich mal am Westen. Ich hab's noch nicht fast. Nein. 30 Jahre. In november valt de beruchte Berlijnse muur. Het symbool van de Koude Oorlog. De grens tussen Oost- en West-Berlijn gaat open. Die Mauer is weg! Die Mauer is weg! En ook de rest van het ijzeren gordijn verdwijnt. Communistische regimes vallen als dominostenen. Niet alleen in Polen en Oost-Duitsland, ook in Hongarije, Tsjechoslowakije en Bulgarije moeten de oude machthebbers plaatsmaken. Roemenië valt als laatste. De Roemeense dictator Ceausescu houdt tot eind december stand, maar dan is het ook met hem gedaan. Het heroïcul popor Roman. Victorios. Amun vins. Ceausescu vlucht, maar wordt gearresteerd en vrijwel meteen geëxecuteerd. ...1989, het jaar van het volk, waarin veel sneller dan verwacht een einde komt aan de Koude Oorlog.